Hey guys, het is mij, Mika. Sorry dat ik heel lang weg ben geweest. Ik had weinig zelfvertrouwen eigenlijk in mij. Ik heb heel veel wat terugverdiend, heel veel gedaan in die tijd om mezelf wat meer op te kwikken. Dus ja, de mensen die nu kijken en niet weten wat er aan de hand is. Ik heb een tijdje op YouTube geweest met games. Dat gaf mij heel veel zelfvertrouwen. Maar dan ben ik uitgekomen dat ik transgender ben. Ik ben een vrouw dat vastzit in een mannenlichaam. En binnenkort, 17 oktober, ga ik beginnen met mijn hormonen. Dan gaan we. Dan natuurlijk ook foto's op YouTube chatten natuurlijk. En ben eindelijk terug. Heel veel zelfvertrouwen. Heel veel gedaan. En nu ben ik terug klaar om er tegenaan te gaan. En ook om te zeggen van ik ga ook meer vloggen. Meer dingen proberen te helpen met jullie. Heel veel proberen leren voor mezelf nog, dat ik moet leren. Dus als er ergens vragen over zijn, je kunt altijd terecht. Dus iedereen weet, het is heel moeilijk om uit te komen als transgender. In deze tijd ook. Allee, het is al heel veel veranderd, maar het moet nog heel veel veranderen voor de mensen te doen. Maar daar wou ik ook over hebben. In de tijd voor mijn channel, de mensen die hulp nodig hebben hier in België of in andere dingen. Ik kan ook video's maken in het Engels als je wilt. In English, I can talk English too. Dus if you want to ask something in English, you just ask and I'm gonna try to help you with everything I have, everything I experience of, because I have experienced a lot in my life. Ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven. En in de hands in de wereld zal ik niemand dat ooit willen toewensen wat ik allemaal meegemaakt heb. Stel dat ik ook eigenlijk hier ben met op YouTube weer om jullie te zien, helpen, jullie doen wat ik kan. Als jullie willen, kan ik nog altijd games spelen. Dan kan ik dat in orde brengen. Ik zal kijken. Hoop ik voor misschien een nieuw capture card te kunnen krijgen dan. Maar laat me alles eens weten down below in de comment section. In de beneden laten weten alsjeblieft. En wat ik nog eigenlijk wil zeggen is. Ja, welkom terug op mijn channel. Hopelijk kan ik jullie verder helpen. En ik heb a lot to learn myself. Ik heb veel te zelf te leren ook nog. In mijn leven. Ik ben 22 jaar oud, dus heb al redelijk wat meegemaakt. Dat ik eigenlijk niet wil meemaken weer. Heb redelijk tegen de muur ook gebotst, maar daar gaat het nu niet over. Dus hopelijk helpen jullie mij ook om weer zelfvertrouwen zelf te vinden in mij. Ik heb heel veel zelfvertrouwen terug, maar ik heb heel veel meer nodig. Ik weet het, het is moeilijk. Maar daarmee zijn we hier tezamen om eruit te komen. En ik steun jullie met 100%. Hopelijk steunen jullie mij ook 100%. En jongens en meisjes, wees moedig om te vinden wie je zelf bent, want dat is het belangrijkste in je leven. Dat je jezelf vindt, dat heb ik ook nu ondervonden. Ik doe
Van mijn 13 jaar heb ik ermee tegen gevochten tot nu, tot mijn 22e. Heb ik eindelijk in vorig jaar oktober kunnen zeggen tegen mijn ouders en dit jaar oktober dat ik eindelijk aan de hormonen begin. Ik heb al laser hair removal gehad, al 3 keer aan mijn gezicht. En het is heel goed, heel wonderful. Het was wel een beetje pijnlijk, maar zet er je doorheen als je je doel wil bereiken natuurlijk. Maar daar gaan we natuurlijk over een andere video beginnen praten. Maar dat is voor je te zeggen. Ben terug, sterker dan ooit, gebotst en ben terug weer gebotst. Als je blijft botsen, moet je ooit weer terug kunnen rechts dan jongens. Maar ik zie jullie later. Bedankt om te kijken en bye. Yeah.